Welkom namens de Kivit-groep en ook namens de uitgever op dit initiatief, waar ik in heel korte woorden wat achtergrond over wil geven. Aansluitend op wat ik daarnet gezegd heb over grootvaders die van mij nog les zouden gehad hebben, zou ik even willen zeggen dat uw grootvaders zich waarschijnlijk zullen herinneren dat in 1973 een aantal verdwaalde geesten een boekje hebben uitgegeven dat ik vanmiddag in de bibliotheek ben gaan stelen, zeg maar A tegen dokter, zeg maar A tegen dokter, waar een aantal geneesheren, epidemiologen, sociologen het debat over de gezondheidszorg voor de eerste keer maatschappelijk op de kaart gingen zetten. 40 jaar later ontmoeten de hoofdeditors van het boekje, Hugo de Ridder en een nog altijd verdwaalde medesocioloog, elkaar in de Hilton in Antwerpen en zeggen: kijk eens, 40 jaar later is er eigenlijk wel heel veel gebeurd, maar dezelfde thema's liggen nog altijd op tafel. Thema's van sociale ongelijkheid, van financiering, van de huisarts die niet centraal zou staan, van de noodzaak aan samenwerking, het gebrek aan participatie en dergelijke meer. Is het niet de moeite om dat opnieuw te bekijken en daarvoor een aantal mensen bijeen te brengen die daarover een ervaring hebben? En dat hebben we gedaan. En het is eigenlijk een bijzondere schare van 22 auteurs geworden die ik kort niet allemaal wil voorstellen, maar die een combinatie vormen van denken, voelen en doen. Denken, dat zijn dan Erik de professoren, de academici. Voelen, dat zijn de mensen die in het veld staan, die in het welzijnswerk staan, die aan burn-out lijden als huisarts, die als verpleegkundige de ronde doen van chronische patiënten. En doen, dat zijn dan de beleidsmakers van ministers tot en met mutualiteiten en zorginstellingen. Die scharen van mensen hebben dan 40 jaar later het boek Dokter, ik heb ook iets te vertellen, uitgegeven. Dat is voorgesteld niet met de grote fanfare, maar in beperkte kring, maar in aanwezigheid van, en sommigen onder u zullen zich die herinneren, en hij is nog altijd zeer actief, van dokter Marcel de Brabander, die daar was op uitgenodigd, omdat hij ook mede aan de basis lag van dokter, zeg maar Raad tegen je dokter. En bij het einde van de voorstelling van het boek, in private kring, heeft Marcel het woord gevraagd en heeft nogal uitdrukkelijk zich gericht aan alle auteurs en gezegd: kijk, hier zit nu eigenlijk een groep van mensen samen die de tanker van de gezondheidszorg in beweging kunnen brengen, een bocht kunnen laten maken, want uiteindelijk, en hij citeert: 40 jaar geleden heb ik de problematiek van de ziekenhuisfinanciering, van het honorarium in het ziekenhuis, van de participatie van de patiënt aangekaart. En eigenlijk, ik citeer hem, is er niet zoveel veranderd. De uitdaging ligt bij jullie. De auteurs hebben die uitdaging opgenomen en Guy Tegenbos heeft samen met nog altijd die verdwaalde medesocioloog wat initiatieven genomen om de auteurs samen te brengen. Eerst in een Royaal Café in Antwerpen, dat nu gesloten is, waar we eigenlijk tot de conclusie kwamen: ja, het is de moeite om daarop door te gaan en wat we in dat boek geschreven hebben veel concreter te maken, ook met het oog op de verkiezingen, krijgen we een unieke gelegenheid om een boodschap scherper naar voren te brengen. En we zijn blijven vergaderen, we hebben gedebatteerd wat zijn nu de thema's die wij willen naar voren schuiven, en dat zijn dus 6 thema's geworden: geestelijke gezondheidszorg, de preventie, het nieuwe werken, de ziekenhuisfinanciering, participatie. En ik vergeet er altijd eentje, maar Guy zal me daar wel op aanvullen. Er is nog een 6e, wat ik nu helemaal uit het oog verlies, maar dat ook even belangrijk is. En ik zal daar al pratende wel op terugkomen. Weet jij het, Heidi? De gezondheidskloof. Hoe kan ik dat nu in godsnaam vergeten? Ja. De gezondheidskloof, inderdaad. Ja. Dus die 6 thema's, omkaderd door een groep die is gaan nadenken over keuzes maken in de gezondheidszorg. Budgetair, maar ook
epidemiologisch moeten we meer dan ooit keuze maken. En er zijn een aantal mensen die zijn beginnen reflecteren over keuze maken in de gezondheidszorg. En dat heeft dan geleid tot 7 werkteksten en 6 stellingen rond de thema's die ik heb aangekaart. We hebben die stellingen ongeveer 2 maanden geleden voor de eerste keer losgelaten, getoetst aan. In dit geval het politieke geweld dat zich aan het opwarmen was. De voorzitter van de politieke partijen, naar aanleiding van de publicatie van het boek van collega Annemans. En dat is een eerste confrontatie geworden om te horen hoe reageert men nu op die stellingen. Maar het was uitdrukkelijk onze stellingname dat gezondheidszorg niet alleen, en zeker niet in eerste instantie zou ik durven zeggen, een aangelegenheid is van politieke partijen, maar van de diverse groepen die eigenlijk de gezondheidszorg vlees en bloed geven. Gaande van mutualiteiten over artsen, syndicaten, ziekenhuisorganisaties, organisaties van verpleegkundigen, patiëntenplatformen, tot en met testaankoop en noem maar op wat. Het middenveld, het zo geroemde middenveld. En de afspraak was dat we na die confrontatie met de politieke partijen dit zouden doen. En dat is dan geworden. We zijn hier met een beperkt aantal, waarvoor ik de reden heb toegelicht, om te bekijken die stellingen die daar nu liggen. En dat zijn geen stenen tafelen, dat zijn aanzetten voor een discussie. Hoe reageert en hoe gaat het middenveld daar nu mee om? Daarmee is de kous niet af. We bedoelen uitdrukkelijk van de uitkomst van deze paneldiscussies te verbreden naar een breder publiek. Dat heb ik al gezegd, maar intussen is er ook een akkoord gesloten met de Boudewijn Stichting om een aantal van deze thema's, 4 in het bijzonder, en die ga ik nog eens even opnoemen, in elk geval de gezondheidskloof, participatie, preventie en geestelijke. En geestelijke gezondheidszorg, om die verder uit te diepen met een breder panel van experten, van ervaringsdeskundigen en dergelijke meer. En ik ben blij dat we sinds een paar dagen een akkoord hebben bereikt om in juni een eerste van die samenkomsten op de Boudewijn Stichting te organiseren rond geestelijke gezondheidszorg met een 20-tal mensen uit het veld die onze teksten verder gaan corrigeren, aanvullen, verbreden, een breder draagvlak geven. En na het reces en hopelijk voor het einde van oktober, de timing is niet onbelangrijk, hopen we ook met de 3 andere dossiers klaar te zijn, zodanig dat we klaar zijn als er mogelijk bij eind oktober een nieuwe regering is, dat we meteen klaarstaan om die gewijzigde teksten ook in het politieke discours aan te reiken. Dat is een beetje de context en de achtergrond. Ik heb daarover voorlopig niet meer te vertellen. De bedoeling is dat we dus in 2 panels werken. Guy zal het panel met zijn bekende schwung en zwierigheid welgekomen. Zet u er rustig bij. Zoals afgesproken, 1 uur en 15 minuten. En Guy zal de panelleden zelf voorstellen. En mijn rol beperkt zich tot het doorgeven van de micro aan Guy. En dat zelfs is niet nodig. Dus, dat is niet nodig. Zelfs dat is niet nodig. Dus wij danken in elk geval uw bereidwilligheid om dit gesprek met ons te willen aangaan. Zijn wij de enigen die op dit ogenblik aan verandering in de gezondheidszorg aan het dromen zijn? Nee, er zijn er nog velen mee bezig. Een aantal daarvan zijn hier aanwezig. Vanmiddag is ook nog op Itinera een document over hervormingen van de gezondheidszorg voorgesteld. De meeste van ons zijn daar eigenlijk permanent mee bezig. Wat pogen wij te doen? Wat hebben wij gepoogd te doen? We hebben gepoogd van 20-tal mensen uit heel verschillende groepen bijeen te brengen, als persoon, niet als vertegenwoordiger van, daarmee wat te brouwen en dan te zien of we daarmee iets op gang zouden kunnen brengen. Ik heb geleerd, er zijn 3 manieren om de gezondheidszorg te veranderen. Dat is ten eerste een groot plan maken en dat dan doorvoeren. Het laatste goede dat ik me herinner, maar er zijn nog veel pogingen geweest nadien, dat was van Dillemans, die ooit in de jaren 70 nog eens geprobeerd heeft van een algehele hervorming te maken. Als we dat proberen in dit land, daar komt niks van. Dat is de beste manier om niks tot stand te brengen, helaas. Maar het is zo.
De andere methode is de incrementele methode die we alle dagen toepassen. Hè? Alle actoren passen die toe. Dat is van, we proberen vandaag een akkoord te bereiken over hetgeen waar we vandaag een akkoord kunnen over bereiken. En we zien wel waar we uitkomen. Dat heeft ons al wel wat veranderingen gebracht, maar manifest niet genoeg om een systeem te hebben dat de toekomst kan doorstaan. Wij denken dat een andere aanpak de goede is. En dat is in te zetten op 4, 5, 6 thema's. Die niet allesomvattend zijn, maar die wel zo geplaatst zijn dat als we daar beweging in krijgen, dat heel dat systeem, dat heel die tanker stilaan toch ook wel op gang gaat komen. En dat is eigenlijk de keuze van die 6 thema's die uiteindelijk naar boven gekomen zijn. Als we aan de gezondheidskloof iets kunnen doen, denken wij dat je het systeem op een bepaalde manier in gang krijgt. Als je aan de financiering van de ziekenhuizen grondig kunt sleutelen, dan gaat er van alles veranderen. Niet alleen dat. Als je de nieuwe manier van werken kunt doorvoeren, als je participatie kunt een boost geven, als we echt aan de preventie kunnen werken en als we echt in de geestelijke gezondheidszorg doorbraken kunnen bereiken, dan denken we dat we die hele tanker een beetje in gang krijgen. Wij denken dat. Heeft dat nu belang dat wij dat denken? Nee. We hebben dat eens afgetoetst bij de politici. Die zagen dat passief wel zitten. Als we nu achteraf zien wat ze daarvan in hun programma's hebben staan, ja, een beetje. Je ziet wel dingen daarin terugkomen, maar niet zo heel schitterend. Belangrijker is echter wat het middenveld en de actoren daarvan denken. En dat is wat we vandaag heel open, en daarom hebben we ook de groep klein gehouden, wat we vandaag heel open met het middenveld en met de actoren willen bespreken. Is er, dat is eigenlijk wat we willen weten, is er een draagvlak voor die dingen die we hier ter tafel leggen? Is dat er passief? Is dat er actief? Kunnen we daarmee werken? Kunnen we daarmee voort? En als het er actief is, hoe kunnen we daar dan aan beginnen? En als er geen draagvlak van is, wat doen we dan? Spel begraven? Of hebben jullie nog suggesties om het te veranderen? Dat is eigenlijk wat we willen doen vandaag. We gaan dat doen in 2 groepjes met 2 panels die telkens 3 van die thema's bespreken. En ik zou nu graag het eerste panel naar voren willen roepen. Dat zal handelen over de financiering, over het nieuwe werken en over de gezondheidskloof. En daarvoor doen we een beroep op Renier Huting van ASGB, op Paul Kallewaert van het Socialistisch Ziekenfonds, op Pieter van Herk van VOCA, op Heidi van Heusden van de Verpleegunie, en ook op Paul Bon van de Vereniging van de Wijkgezondheidscentra. Welkom. Er is 1 waterrantsoentje dat wij allen gaan delen. Ik stel voor dat we met de gezondheidskloof beginnen. Ik denk ook, en dat is ook de mening van vriend en trekker van dit gezelschap, Ivo Nuijers, dat is ook zijn mening, ik denk dat dit het belangrijkste probleem is waarmee we worstelen, de grote sociale ongelijkheid in ons gezondheidssysteem. U heeft de notas van de groep kunnen lezen, zo niet kan u er nu nog even doorbladeren. De groep is van mening dat eigenlijk echt niet goed gaat met de gezondheidskloof. Die groeit dus nog altijd. En wij zijn van mening dat we echt alles op alles moeten zetten om in de loop van de komende regeerperiode te bekomen dat die kloof niet meer groeit, maar dat we eindelijk een ommekeer bewerkstelligen en dat we tot stand brengen dat die eindelijk krimpt. Is dat iets waarvoor een draagvlak is in dit gezelschap, Paul Kallewaert? Daar is een micro, daar is de zaal. U wordt opgenomen. Voor degenen die te laat komen zijn, er is permanente opname in dit lokaal. Zodanig dat dit... Dagopname, ja, juist.
En als u zich daar wil tegen verzetten, dan bestaat de mogelijkheid om een burka te huren. Hier om het hoekje, als u zich wil verstoppen. Paul Callewaert, die verkleining van de gezondheidskloof als prioritaire doelstelling. Niet als zo van, oh, we kunnen daar wel eens iets aan. Zie je daarin zitten? Ik heb het nooit zo gezegd, we zullen daar eens iets aan doen. Dat is een effectieve doelstelling, want in uw inleiding zeg je, dit is eigenlijk een middel om de tanker in gang te krijgen, maar het is meteen ook een van de hoofddoelstellingen rond onze gezondheidszorg. En een van de problematieken die veel aandacht moet krijgen. Dus wat ons betreft, uiteraard moet die gezondheidskloof kleiner worden zoals ze vandaag is. We kennen de cijfers, ik ga ze niet herhalen. Ze staan in. Gelooft jij dat kan? Ik ben daarvan overtuigd dat het kan. Maar je moet dan wel inzetten op een aantal middelen. En dan moet je ervan uitgaan dat het hier niet enkel om een financiële kwestie gaat. De gezondheidskloof is ook een cultureel fenomeen, ja, en een gradiënt. Dat bedoel ik mee, situeert zich niet enkel in de onderste lagen, maar in alle lagen van de bevolking. Ik geef een voorbeeld. We hebben net een studie gedaan rond betaalbaarheid van een aantal zorgen. Wel, 1 op 6, het ging over tandzorgen, hoorapparaten, 1 van de 6 die zorgen moesten uitstellen of een minderwaardige zorg, kwamen uit de hoogste inkomens. Dus ik wil daar maar mee zeggen dat het een probleem is dat zich veel breder situeert dan dat men vandaag soms denkt. Nu, hoe moet men dat aanpakken? In de eerste plaats denk ik, ja, de financiering moet op peil blijven. Want via onze ziekteverzekering moeten we uiteraard ervoor zorgen dat diegenen die zorgen nodig hebben, dat die ook toegankelijk blijft. Dus de toegankelijkheid van de zorg moet alleszins gevrijwaard blijven. Op alle fronten. Dat gaat niet enkel over ziekenhuisopname, ook in de eerste lijn. Vooral in de eerste lijn, zou ik zeggen. Dus daar moet op ingezet worden dat we het budget wat dat betreft intact houden en doelmatig inzetten. Dat wil dus zeggen, zodanig gebruiken dat we het vooral ter bescherming van de zwaksten of diegenen die het meest nodig hebben, kunnen inzetten. Daarnaast moet je een beleid voeren dat inspeelt op het, ja, iets wat veel breder is. Namelijk het culturele aspect, arbeidsomstandigheden, leefgewoonten, ja, opvoeding. Het zijn allemaal elementen die mee uitmaken of men op een bepaald moment, ja, wel dan niet tot die gezondheid of het geluk heeft van een gezond leven of een lang gezond leven te leiden. En wat we absoluut niet mogen doen, dat wil ik nog even meegeven, daar rond ik hier af, dat is dat we niet mogen de individuele responsabilisering invoeren, want dan gaan we ze enkel maar vergroten. Dat zijn voor mij 3 belangrijke aspecten, ja, met betrekking tot die, ja, gezondheid. Renier Rutting, is zoiets voor jullie een belangrijk doel of is dat een Het is doel? Voor ons ook een belangrijk doel, omdat wij geen botte corporatistische organisatie zijn, maar dus ook trachten rekening te houden waar die gezondheidszorg voor de hele bevolking voor staat. En we willen op een bewuste manier omspringen met de middelen. En wij zien, we worden tenslotte dagelijks met die patiënten geconfronteerd. Zien jullie de gezondheidskloof groeien? Dat is natuurlijk een heel subjectief iets. Ik denk dat het er ook van afhangt waar dat je werkt. Maar ik moet zeggen, ook in het rurale gebied waar ik werk, heb ik toch de indruk dat ik het zie toenemen eerder. Ja. Dus, er wordt altijd gesproken over dat het een problematiek van de grote steden zou zijn. Als het gaat over het uitstellen van zorg, dan heb ik duidelijk in de gaten dat dat niet alleen een stedelijk probleem, ja, is. Ja. Pieter, ik kan me niet voorstellen dat Foka zegt, nee, dit is onbelangrijk. Maar we zijn onder elkaar. Hoe belangrijk is dat voor jullie? Is dat iets waarvan je zegt, dat is een belangrijk doel? Nee, toch wel heel belangrijk. Waarom? Omdat enerzijds, ik denk 10 jaar geleden of zo, dan zou ik ook al gezegd hebben, heel die sector en zo, het interesseert ons minder. Maar op dit moment, zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van zorg, die zullen heel relevant worden voor het gehele van de economie en ook voor de sector zelf. Kwaliteit, daarmee bedoel ik mee ervoor zorgen dat die gezonde levensverwachting meer gelijk wordt voor iedereen, ook voor laaggeschoolden en anderen. Omdat anders het geheel van productiviteit enzovoort in de komende jaren drastisch zal ineenzakken. Denk ook al aan de invaliditeitscijfers die nu aan het stijgen zijn. Dus daar zien wij heel duidelijk in dat daar zwaar op moet worden ingezet. Hetzelfde voor de betaalbaarheid, zowel voor de samenleving als voor uw individu. Elk op zich is heel relevant. Maar voor mij is het vooral een teken, die blijvende ongelijkheid, dat er toch wel iets drastisch moet veranderen aan het huidige systeem. Structurele hervormingen moeten worden ingevoerd. En dat heeft voor een stukje te maken met financiering, want de kwestie van herverdeling, dat zal zelfs wel aan bod komen, maar voor een heel groot stuk ook met
investering in mensen, wil ik mee zeggen. Het positieve geloof dat mensen die in die eventueel lagere klasse zitten, dat die mee opwaarts positief kunnen worden gestimuleerd worden, onder andere via diensten. En ik denk, welzijn en zorg is daar een van de allerbelangrijkste. En het feit dat we steeds die kloof blijven vaststellen, wil zeggen dat dat nog niet goed met elkaar gematcht is. Ik ben het niet eens met Paul Callewaert over het puntje van de responsabilisering. Wij denken wel degelijk dat er ergens positieve prikkels zouden moeten ingevoerd worden. Dat is nog het meest gevoelige punt op dit moment, maar je ziet dat nu al internationaal is men in die richting aan het evolueren en dat werkt. Ja, ik versta dat daar een meningsverschil is, maar vertel nog eens duidelijk, wat is jullie drijfveer? Waarom zijn jullie daarvoor? Dat dat goed is voor de mensheid? Nee? Nee. Eigen belang van VOCA voor het stuk ligt op twee vlakken. Het stuk van betaalbaarheid. Het is nogal evident. We weten dat de kost gaat stijgen, vergrijzingskost gaat stijgen. Nu, als je die vergrijzingskost analyseert en ziet wat daar de projecties van zijn, is alles afhankelijk van de mate waarin dat de levensverwachting al dan niet gezond verder zal toenemen. Dus als dat ongezond is, dan zal die vergrijzingskost veel hoger worden in de komende jaren. Dan komen we tot een verdubbeling of zoiets terecht. Als we er kunnen in slagen om dat allemaal wat meer kwaliteitsvol en vooral die ongelijkheid weg te nemen, dan gaat dat meer hanteerbaar zijn en dan gaan we dat waarschijnlijk via economische groei en andere wel beter kunnen opvangen. Maar nu ik uw drijfveer ken, is uw verklaring geloofwaardig. Heidi van Heusden, waarom zijn verpleegkundigen geobsedeerd bezig met het verkleinen van de gezondheidskloof? Wat is jullie drijfveer daarin? Wel, ik denk dat wij ons een beetje beschouwen als advocaten van de patiënt. En dit is heel belangrijk voor ons. Dat zijn toch de ziekenfondsen? Dat misschien. Ah nee, de dokters zijn dat. Ah nee, de verpleegkundigen zijn dat. Dat heb ik niet gezegd, dat wij dat alleen zijn. Journalisten. Ook. Nee, we zorgen daar graag mee voor. We hebben trouwens in de voorstellen, naar aanleiding van 50 jaar RISIF, kon je voorstellen doen om de houdbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de ziekteverzekering te garanderen. En voor de ongelijkheid weg te werken, hadden we enkele belangrijke statements. Een eerste is dat we er niet alleen moeten over waken als verpleegkundigen, en dat kunnen we doen in alle settings, dat er een overconsumptie is, maar er is ook een onderconsumptie. Dat zie je. En ook zorg die niet volledig of niet correct, bijvoorbeeld therapietrouw en dergelijke, verpleegkundigen kunnen daar zeker mee een rol in spelen om dat, die therapietrouw bijvoorbeeld te vergroten. Wat we ook zien is dat er heel wat mensen uit de boot vallen en dat je die met automatische rechten toe te kennen meer op het spoor en in veiligheid kan krijgen. En de eerste lijns gezondheidszorg heeft hier een heel, heel grote rol om die gezondheidskloof wat te verkleinen. Preventie. Dat rendeert het meeste. Paul Boon, wijkgezondheidscentra, ziet men daar de kloof toenemen? Ik denk dat ik zelf, zoals de andere collega's die dagelijks in het veldwerk staan, ook de kloof wel zullen zien toenemen. Ik kan mij ook helemaal aansluiten met de extra aandacht en investering in de eerste lijn, omdat dat ook zeker voor kansengroepen een soms overgeslagen lijn is. En dat extra daarin investeren ook financieel kan renderen. Iets anders waar dat ik ook de aandacht op wil trekken, is dat in het wegwerken van die gezondheidskloof of het verminderen, of de gradiënt, zoals u zegt, dat we ook moeten investeren volgens de zorgnood van de patiënt. Dat wil zeggen dat we niet iedereen per kop evenveel gaan investeren als maatschappij. We zullen als maatschappij in sommige groepen extra moeite moeten doen om in preventie, als we mensen willen doen stoppen met roken, stoppen met alcohol gebruiken, gaan we in sommige groepen extra aandacht moeten steken, aangepaste, toegespitste preventie doen, en gaat dat niet meer één kop evenveel investeringen zijn. Is het haalbaar van de gezondheidskloof te verkleinen? Is het mogelijk van, dat moet jij in je praktijk kunnen waarnemen, is het mogelijk van te zorgen dat vooral
de minder gescholden een beter gezondheidsgedrag gaan aannemen? En kun je daarmee hun gezondheidstoestand verbeteren? Ik denk dat het zeker haalbaar is. Hè. Zoals ik daar juist heb gezegd, het gaat niet zonder een investering van energie, van een organisatie ook. Maar daar zijn ook al verschillende onderzoeken. Als ik nu denk bijvoorbeeld aan het onderzoek van de VRGT, die bij kansengroepen, bijvoorbeeld bij patiënten met psychiatrische problemen ook, daar onderzoek gedaan hebben om mensen te doen stoppen met roken, dat dat toch wel duidelijk ook rendeert. En dat we soms bepaalde groepen mensen over het hoofd zien in of het nu preventieve of curatieve activiteiten zijn, omdat we denken dit is te moeilijk of dit gaat niet renderen, maar het rendeert ook. Soms is er een extra inspanning nodig, maar het resultaat gaat ook soms des te belangrijker zijn, zeker als je daarmee een gezondheidskloof kan verminderen. Heidi, jij knikt. Ja, ik denk ook dat het mogelijk is. En in jullie voorstellen, in die, wordt er gesproken bijvoorbeeld over aanklampende zorg, die vanuit CAW, OCMW gebeurt, buurtwerk, samenlevingsopbouw. Het zijn niet alleen de gezondheidsbeoefenaars volgens KB, dus de klassieke geschoolde mensen in de gezondheidszorg, maar ook de sociale werkers en dergelijke, samen met de in zelfhulpgroepen, in een mekaar versterken, empowerment. Hoe kom je tot, dat noemen we een multifacettenbeleid, hè? Hoe bereik je dat? Hoe kom je daartoe, Paul? Ik denk dat, en ik ben blij dat je het zegt, want we mogen discussie echt niet verengen tot dat puur financiële. Ik denk dat daar een globaal beleid moet komen. En de zesde staatshervorming biedt een opportuniteit om dat nu, met de overheveling ook van de kinderbijslag en dergelijke meer, zeker als je focust op kinderarmoede, dat de Vlaamse regering alle elementen en stokken in handen krijgt om een beleid te voeren wat die gezondheidskloof zou kunnen dichten. En uiteraard ga je in verschillende aspecten moeten investeren. Huisvesting, welzijn op preventie, onderwijs, kinderopvang en dergelijke meer. Dit zijn allemaal vandaag thema's die tot verschillende departementen behoren. Dat kan zo blijven, maar dan moet je tenminste hier een speerpunt van maken in uw regeringsverklaring en onder de hoede van de minister-president, zou ik zeggen. Als je het op die manier doet. Je kan het ook aan iemand toekennen, maar dan moet hij al die bevoegdheden wel kunnen raken en daar kunnen op inzetten. Dat is één. Dus volgens mij is dat de enige manier om tot een globaal beleid te komen wat het culturele aspect betreft. Wat het financiële betreft, daar kom ik nog eens op terug, dat is een hulpmiddel. Ik denk dat we vandaag ver staan, ook wat de bescherming betreft. We kunnen die nog iets opvoeren, maar we hebben de MAF, we hebben de Omnio-regeling, we hebben het statuut van chronisch zieken nu, sociale derde betaler, dus er zijn heel wat elementen al aanwezig. En nogmaals, ik pleit ervoor om zeker niet, en ons daarvoor te hoeden, om in te zetten op die individuele responsabilisering als zogezegde drijfveer om toch maar toegang te krijgen tot gezondheidszorg, want het is not done, vind ik, dat ouders die het nagelaten hebben hun kinderen van bij het begin naar de tandarts te sturen, dat je die later daarvoor gaat bestraffen omdat ze niet preventief hun tanden hebben laten verzorgen. Het is heel moeilijk om een kind dat vecht om te overleven te verwijten dat het niet altijd goed of gezond heeft geleefd. Dus ik denk dat je het in zekere mate op lange termijn moet zien, de investering, want als je op een gegeven moment gaat zeggen we gaan proberen die kloof te dichten, dus je gaat ergens moeten zeggen we gaan een doelstelling, we gaan van 25 jaar naar 10 jaar gaan bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat je een doelstelling moet formuleren. Wees ervan overtuigd dat je dat niet op 5 jaar meet. Hè. Die effecten ga je pas zien binnen zoveel tijd. Ja. Dus je gaat moeten focussen op de maatregelen die je inzet om dat te bereiken en worden die uitgevoerd. Ja. Pieter, ben je nog altijd mee als we zeggen dit vergt ook een multifacettenbeleid? Ja, zeker. Je bent helemaal eens met vermaatschappelijking van zorg, integratiezorg, transsectoraal. Je ziet dat ook in, als je kijkt, als het dan meer over armoede gaat, het gaat dan vooral over zorg, huisvesting, schuldbeleid enzovoort. Het gaat meestal niet zozeer over het inkomen als such, wat het grote probleem is. Ja. Ik ben het volledig eens met de voorstel van automatische rechttoekenning. Probeer dat allemaal zoveel mogelijk te automatiseren. Ik denk dat dat een heel grote uitdaging is, des te meer dat wij ons hele systeem kunnen automatiseren.
des te gemakkelijker zal die toegang al niet meer op praktische bezwaren enzovoort stuiten. Mm-hmm. Maar daarnaast vind ik het fundamenteel, allee, nu op dit moment, hoe transparant is ons gezondheidszorgsysteem voor eender wie? Ja? Dat is een zeer groot vraagteken. Geldt zowel voor de ziekenfonds als voor de facturen van de artsen en anderen. Laat staan dat het transparant is voor iemand die het moeilijk heeft. Dus voor ons is het essentieel dat je universeel een aantal zaken verandert. Transparant, maar ook gedreven door doelstellingen enzovoort, zodat we daar heel bewust op kunnen inzetten. En je ziet ook in studies in het buitenland, degenen die daar vooral mee heel gericht beginnen te werken, dikwijls gaan die lagere groepen dan ook beter kunnen aansluiten omwille van hervorming in het financieringssysteem enzovoort. Want dan wordt dat soort patiënten ook heel belangrijk voor elk van de zorgaanbieders. Ja. Ja. Renier, het gaat niet alleen over strikte gezondheidszorg, in de beperkte zin van het woord, het gaat over multifacettenbeleid, maar het gaat ook in grote mate over aanpassingen van levensstijl, van levensgewoonten. In welke mate hebben jullie daar greep op? Daar hebben we niet zoveel greep op, maar het is wel iets dat we dagelijks vaststellen. Dus dat wie moet het dan wel doen? Wij moeten het in ieder geval signaleren. En we moeten aan de mensen met wie we samenwerken en die soms een bredere opdracht hebben, dat in ieder geval bespreekbaar maken en zeggen van kijk, want ik hoor hier nu, we zitten al een heel eind en die sociaal derde betalende, dat begint goed geregeld te geraken, die MAF, dat komt wel in orde. Nu, op praktisch vlak is dat dus nog helemaal niet zo. Is dat al geaccepteerd bij al mijn collega's? Ik denk het ook nog niet. En dat heeft verschillende oorzaken. Maar nog los daarvan, als je als huisarts daarmee bezig bent, dan word je geconfronteerd met nog een heleboel andere zaken waar je inderdaad geen greep op hebt. Dus als een moeder komt met nog een briefje te vragen voor 3 weken geleden een schoolverzuim, en dat was omdat ze geen oppas had, omdat ze zelf iets anders moest gaan doen, dat zijn dus zaken, dan is dat geen discussie over schrijven we wel of niet een Dixit-attest. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dat heeft ermee te maken dat we vaststellen dat er een maatschappelijk probleem is dat wij niet op kunnen lossen. Dus dat is frustrerend. Je kunt hetzelfde frustratie heb je als je tijd steekt in het spreken en uitleggen en trachten aan gezondheidsopvoeding te doen met je patiënt. En we moeten ons geen illusies maken dat met hogescholing of lagescholing soms iets te maken heeft. Want er zitten ook mensen niet op te letten als ze hooggeschoold zijn. Maar natuurlijk iemand die ondertussen zit na te denken hoe kom ik de rest van de dag nog door en hoe haal ik het eind van de week met mijn budget, heeft weer een andere reden om minder goed op te letten. En die kan ik veel goede raad geven, maar als dat een dure raad is op het vlak van gezonde levensstijl, dan blijf ik ook even gefrustreerd achter. Ja. Dan moeten wij dus ook signaleren. Pieter? Ja, kijk nu bijvoorbeeld naar de rol van de huisarts. Heel centraal in dat thema. We moeten daar duidelijk een positie innemen. Maar bijvoorbeeld het financieringssysteem. Die huisartsen die moeten gewoon op een rolletje als een hamster zitten lopen gewoon om al hun patiënten te zien. Die hebben niet de tijd om al die patiënten fatsoenlijk te zien die van de lagere socio-economische klasse met al een uitgebreide doen. Problematiek. Dus hervorm je financieringssysteem. En ten tweede, we gaan het daar zelfs nog over hebben, heel uw issue rond bestaffing, wie moet wat doen, zet daar een aantal verpleegkundigen bij die dat mee kunnen opvolgen en je gaat al ettelijke sprongen vooruit zijn. En waar gaan we die zetten in welke gezondheidscentra? Dat staat in de tekst. De andere zorgver... Ja. In wijkgezondheidscentra vandaag. Waar gaan we die zetten? Ja, in uw tekst staat in wijkgezondheidscentra. Maar dat is een mogelijkheid. Ik spreek wat is een altijd andere liever over netwerken die ook nog mogelijk moeten zijn. Want we leven niet alleen in grootsteden. Dus er gaan inderdaad over die andere gebieden, daar gaan ook oplossingen voor gevonden moeten worden. En wat voor? Dat is inderdaad samenwerkingsverbanden waar dat je met meerdere disciplines in samenwerkt, maar die daarom nog niet onder één dak zitten. Want en dat gaat helpen, denk je? Hoe zeg je? Dat gaat helpen, denk je, om... Dat gaat iedere keer een klein beetje helpen, want iedereen neemt een deeltje van die taak op zich en de een ondersteunt de actie van de ander. En op die manier geraken we heel langzaamaan misschien toch wat verder. Ja? Dat Heidi? Denk ik wel. Heidi? Ik denk dat thuisverpleegkundigen hier een grote rol in kunnen spelen, echt waar. In welke setting ook, hè? In de georganiseerde diensten, bij de zelfstandigen die dat groepen vormen, die vooral naar de case als case manager is een thuisverpleegkundige een ideale, competente persoon.
chronische zorg heeft, is de ziekte van de toekomst. En daar, omdat precies verpleegkundigen, ik stel me voor, ik heb zelf vorig jaar woensdags voormiddags in de thuisverpleging nog wat bijgewerkt. En je hebt zoveel verschillende gespecialiseerde verpleegkundigen, ook in die thuiszorg, ook in de ziekenhuizen natuurlijk. Er is één iemand die dat zich specifiek inzet voor palliatieve zorg, een ander iemand rond diabetes. En je, omdat je in groep bent, kan je, wanneer dat de zorgvraag te complex is, even bij diegene die dat nog meer zich bijschoolt en vormt en die die know-how verdeelt over de collega's, daar te raden gaan. Ja, thuisverpleegkundigen is een mogelijkheid. Ik hoorde de huisartsenopleiders pleiten een aantal maanden geleden om iedere huisartspraktijk een verpleegkundige te geven of iets anders dat erop lijkt om de chronische patiënten, dat was toen de focus. Ja. Ik hoor ook sommige groepen... Ja, kom bij u, Paul, kom bij u. Ik hoor ook sommige groepen zeggen, je moet het op lokaal niveau organiseren. De gemeenten moeten dat doen, de steden moeten dat doen, per wijk. En dan kun je dat doen. En dan kom je eventueel bij wijkgezondheidscentra terecht. Of bij andere gemeentelijke initiatieven. En als die dat doen, dan moeten jullie dat niet doen. De ziekenfondsen. Of willen jullie dat doen? Ik denk... Je hebt natuurlijk alle actoren hier niet voor niks samen verzameld. Hè. Maar we mogen niet elk op zich de hete patat voor ons uitduwen. Wij dragen niet allemaal een verantwoordelijkheid, ook de politiek. Ik denk, gans de maatschappij draagt wat dit betreft een grote verantwoordelijkheid. En daar moet je op inzetten. Want ik hoor hier dingen zeggen waarvan ik zo nogal sloganesk vind, van in het buitenland gebeurt dit en dat. Geef me het voorbeeld waar dat de gezondheidskloof of de armoedekloof, laten we de twee linken, de laatste jaren is gedaald met inzet van bepaalde maatregelen. Ik wil ze zien. Hè. Ik heb dat nergens internationaal in de studies die mij zijn voorgelegd kunnen opmerken. Twee, wat de financiering of het herbekijken van de financiering betreft van de huisartsen. Daar ga ik toch even toelichten dat er heel wat inspanningen zijn geweest om die eerste lijn echt te versterken. Wat u daar precies wilt in herzien en wat er moet veranderd worden, wil ik graag horen. En ik wil de uitdaging ook aangaan om er zelfs op in te gaan als het heel goede voorstellen zijn. Wat dan het lokale betreft, ik denk, vandaag is het voor een stuk lokaal georganiseerd, omdat ziekenfondsen vandaag al bijna in alle gemeenten aanwezig zijn. Wij kunnen, zoals ik zeg, dat niet alleen aan. Voor mij is dat teamwork. Hè. Dus elke actor in de maatschappij of in onze samenleving moet zijn steentje bijdragen. En er moet samenwerking komen, netwerking, waar dat bepaalde aspecten die sommige actoren heel goed in de vingers hebben, dat die dat doen, maar dat datgene wat je minder goed doet en anderen beter, dat je dat kunt doorschuiven. Dat je daar dus... Ja, ik voel nogal wat voor de lokale multidisciplinaire netwerken. Als alle actoren daarin een rol krijgen, in die mate dat ze daar hun meerwaarde het best kunnen gebruiken. Pieter Kort. Ja. Ben hier kort. Ja. Ik denk eerst en vooral, wie moet wat doen? Het is uiteindelijk aan de patiënt of de eindgebruiker om dat te gaan beslissen in de toekomst. Dus dat zullen soms verpleegkundigen zijn, soms ziekenfonds, soms andere adviesbureaus, maakt mij niet uit. Maar probeer die macht daar te leggen en niet zozeer paternalistisch vast te leggen. Ik denk de rol van de ziekenfondsen, die zal drastisch hervormd worden in de komende jaren. Maar wij zien daar wel degelijk heel positieve opportuniteiten liggen. En het is kwestie van daar gewoon aan te beginnen. Onder andere in die coördinatierollen, onder andere op dat lokale niveau, case management en zo, noem maar op. Allee, het ligt bijna voor het grijpen van welke posities ze mee zouden kunnen innemen, maar ze moeten ze wel mee willen verschuiven. Ja. Wat zou het beste middel zijn? We hebben al gezegd, eigenlijk is het de Vlaamse overheid die dit dossier moet trekken. Eigenlijk moeten we zorgen dat de minister-president of een ander minister dat in zijn bevoegdheid krijgt. Wat is de beste methode om dat te bekomen? Heeft iemand daar een suggestie voor? Hoe moet je dan nu spelen, Renier? Ten eerste moet hij dan de mensen die daarin werken doen participeren in het beleid. Dus dat is iets dat boven is. Is dat niet het geval? Nee, dat is eigenlijk wat je wou zeggen. Dus dat is absoluut niet het geval. En dat hebben we ook al meerdere keren aan onze minister gezegd. Tot nu toe heeft de Vlaamse overheid de misschien onhebbelijke gewoonte om hier en daar adviezen te vragen bij wie dat ze denken dat die daar misschien over deskundig zou zijn. En
ja, die stoven dan iets bij elkaar en dat gaat diverse groepen langs. En op den duur denkt men dat iedereen dat dan wel gezien heeft, wat dan absoluut niet waar is. En dan blijkt dat er al opeens een decreet van wordt gemaakt. En de mensen waar het rechtstreeks betrekking op heeft, hebben het dan nog niet gezien. Mm. En dat, als je natuurlijk wil dat iedereen meedoet, als zoiets ook nog wordt toegepast, dan moet je dat zo niet aanpakken. Dus dat is het eerste wat ik bedoel. Dus wat moet er ten eerste gebeuren? De mensen moeten kunnen participeren in het beleid zoals dat op federaal vlak ook gebeurt. Maar je hebt toch zo'n adviesraad. Hoe heet dat, allee, Peter, hoe heet dat nu weer? Ja, de strategische adviesraad. Oh. Daar zit niemand van de artsen zit daarin. Dus daar zit geloof ik één iemand van de mutualiteiten. Wat zegt u? Al de anderen zitten daar toch wel in, nee? Er zitten mensen in die tot nu toe geen dossiers doorspelen die op ons betrekking hebben, zodat wij ze dus niet hebben gezien op het moment dat ze zelfs al door een regering worden goedgekeurd. Dus het loopt dan in ieder geval toch nog niet zo goed. Laat ons dat dan in ieder geval als conclusie. Nu, die LMN's waar dat over gesproken wordt, de lokale multidisciplinaire netwerken, ik denk dat dat een hele belangrijke verwezenlijking is van de laatste jaren. Die gaat inderdaad over met de staatshervorming naar de gemeenschappen. En laat ons hopen dat dat blijft bestaan, want als ik sommige mensen daar gretig naar zie kijken, vooral met de middelen die daar ook mee gemoeid zijn, zonder dat wij dus kunnen participeren in beleid, dan houd ik mijn hart vast. Mm-hmm. Ik denk dat daar een prachtig instrument ligt om, waar we juist eindelijk eerste schuchtere stappen hebben gezet op het vlak van multidisciplinaire samenwerking, want dat was het experiment zorgtrajecten eigenlijk vooral. Dit is eruit voortgekomen en ik geloof er absoluut in dat dat moet blijven bestaan. Dat was een eerste mooie aanzet. In het begin zeer moeilijk geaccepteerd op een heleboel plaatsen. En nu op heel veel plaatsen groeiend en bloeiend en vragend naar meer. Dus ik zou ervoor pleiten dat dat zeker blijft bestaan. Ja. Ja. Nog suggesties in de zaal bijvoorbeeld? Peter Gat, ik kom heel even bij u en dan Ilse. Kort. Ja, heel kort, omdat je even in mijn richting keek. Inderdaad, de strategische adviesraad op vandaag zijn er geen artsen, omdat de bevoegdheid in de Vlaamse gemeenschap ook zo is. Dit zal veranderen. Heel die overdracht van bevoegdheid, coördinatie, eerste lijn, dat gaat naar Vlaanderen. Ilse zou dat ook kunnen getuigen, is ondervoorzitter van de strategische adviesraad. Ja, het spreekt vanzelf dat we op dat moment opnieuw samen zitten en dat we artsen gaan betrekken. Dat is nogal evident. Maar waar ligt dat vast? Daar zijn nog geen concrete voorstellen voor, dat wordt wel tijd nu. Ja, akkoord. Ilse Pechmans. Heel concreet over de SAR. Hilde de Nijer heeft ook al regelmatig aangekaart dat de zorgverleners niet voldoende vertegenwoordigd zijn. En ik denk dat we dat ook mee kunnen ondersteunen. Niet ter aanvulling op het debat. Ik heb heel aandachtig zitten luisteren. Ik denk heel praktisch, richting regeerakkoord, als we er allemaal samen voor zorgen dat er één belangrijke zin in komt, naar dat multifacettenbeleid, denk dat dan een belangrijke zet zou zijn. Dan denk ik ook gezondheidsdoelstellingen die rond dat domein geformuleerd kunnen worden. En ik denk, verder werken in het kader van de Eerste Lijns Gezondheidsconferentie en alles wat er vanuit het federale niveau overkomt naar Eerste Lijn, naar Vlaanderen. Als we kijken naar zorgregio's, dat daar ook die gezondheidsdoelstellingen ook een lokale vertaling krijgen en dat elke zorgregio of dat gebied ook kan kijken, wat zijn de noden en behoeften voor onze regio om daarop in te spelen. En maar zeg je eigenlijk ook, de verkleining van de gezondheidskloof moet de zevende gezondheidsdoelstelling worden. Inderdaad, ja. Ik denk dat we dat allemaal zeggen, oké. Maar, ja. En als ik nog eventjes mag, ik denk het Vlaams Netwerk tegen Armoede ontbreekt dan hier nog als heel erg belangrijke partner. Ja. En ik heb het woord veralgemening van derde betaler niet horen vallen. Wat ik nu heb aangehaald is vooral cultureel, wat ik ook volledig onderschrijf en ondersteun ook. Maar als het gaat over de financiële kloof, automatische toekenning, daar zijn we natuurlijk ook voorvechter van. Ja, maar alle mensen en ook alle hoogopgeleiden die op het einde van de maand niet rondkomen, zouden wel gebaat zijn om afspraken bij de huisarts en zo verder niet te moeten uitstellen. Ja. Paul, jij wou nog 1 seconde. Ja, ik ben uiteraard akkoord met het feit om het in het regeerakkoord te zetten. Alleen vrees ik dat dat niet voldoende is. Hè. Ik heb de afgelopen regeerperiode 4-5 doelstellingen gezien die zeker niet gerealiseerd zijn. Ik denk de maximumfactuur in de zorg, ik denk aan de Vlaamse hospitalisatieverzekering en noem maar op. Dus dat is niet voldoende. Hè. Ik denk ook,
als we werkelijk iets willen veranderen, dat je misschien ook verder moet durven gaan dan louter een adviesraad. Dat je een raad installeert met mensen die de verantwoordelijkheid nemen voor datgene waarvoor ze de verantwoordelijkheid krijgen toegewezen. Ik denk dat dat een absolute noodzaak is om in Vlaanderen die stap te kunnen zetten. Uw collega wil nog iets zeggen? Ja, men focust nogal op de overheid en dat de overheid moet maatregelen nemen en dergelijke meer en adviesraden en weet ik veel en staatshervorming. Ik denk dat het essentiële punt van de gezondheidskloof ligt in het feit dat wij een aantal mensen niet bereiken met preventie. Denken we aan de tandzorg, denken we aan de screenings, kankerscreenings en andere screenings. Er is een groep mensen die wij moeilijk bereiken, ook in het kader van de inspanningen die we bijvoorbeeld, zowel u als wij, gedaan hebben rond de zoektocht naar mensen die mogelijks omnio kunnen genieten, de voorkeurregeling genieten. Dus we zitten met een probleem dat we een aantal mensen niet kunnen bereiken. Dat zijn ook de mensen die niet geïnformeerd zijn over wat ze kunnen doen in de gezondheidszorg en dergelijke meer. Ik denk dat we daar samen wel een rol te spelen hebben en dat we niet moeten wachten tot de overheid ergens het een of het ander gaat doen. Want de overheid kan dat ook niet. We moeten ook niet alle verwachtingen in de schoot van de overheid leggen. We moeten daar zelf iets aan doen. Misschien hebben wij op dat vlak ook wel wat, ik zal niet zeggen gefaald, maar dat we nog dichter bij de mensen moeten staan om degenen die we thans niet bereiken, om die mee te trekken. Dat denk ik. Belangrijke opmerking. Nog een laatste interventie, Raf. Moeten we niet meer inzetten op onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, om de oorzaken op te sporen van de gezondheidskloof? Hè? We hebben een aantal oorzaken, maar wat zijn de effecten daarvan om op die manier beleidsmaatregelen te nemen, vertrekkende van de effecten die ja, de grootste resultaten zouden opleveren? Mm-hmm. Oké, okay, voorzitter. Jij capteert, hè? Wij gaan over naar het tweede thema. Jij mocht nu nadenken. Tweede thema, financiering en financiering van de ziekenhuizen. En dat was ook de aanvangsvoorstel, de aanvangstrigger om de Kievit-groep op te richten. Van we moeten toch die financiering van de ziekenhuizen en de financiering van wat er in de ziekenhuizen gebeurt aanpakken. Daar nog incrementeel aan sleutelen, dit helpt niet meer. Dit is echt een mechanisme dat ons naar perverse dingen leidt. En we moeten daar een breuk in maken op relatief korte termijn. Is dat ook de mening van het panel? Ik begin met u, Renier. Dat hangt ervan af wat je daarmee bedoelt. Als je zegt een tabula rasa en nu een heel nieuw systeem, nee, dan zijn we het daar niet mee eens. Nee, want dan denken we dus dat dat ook 10 jaar nog aan het schrijven, dus dat niet. Dus als daar opeens uit de lucht een al-in financiering komt gevallen, om dan direct het woord maar te noemen, dan denken we, dat lijkt ons niet zo'n goed idee, want dat is ook een heel ingewikkeld systeem, dat als je het ook door het kenniscentrum laat bestuderen, waar heel wat haken en ogen aan zitten, en wat ook een enorm logapparaat is, als je dat op een correcte manier doet werken, dus is dat de oplossing, dan denken we, nee. Dus laat ons eerst inventaris maken van, wat loopt er wel goed, en waar, als er toch goede elementen in zitten, wat zijn dan de fouten die in dat systeem zijn geslopen, waardoor dat het allemaal niet meer werkt? En wat kunnen we daaraan doen? Dat is eigenlijk het uitgangspunt bij ons. Dus dat er iets moet veranderen, dat is overduidelijk. Hè? Ja. Ik bedoel, daar gaat niemand meer over discussiëren. Allee, je moet ook een systeem hebben dat betaalt voor kwaliteit in plaats voor kwantiteit. Ja. Zijn we het daarover eens? Daar zijn we het absoluut over eens. Dus de conclusie dat het huidige systeem aanzet tot altijd maar meer, en wat daar de mechanismen van zijn, die moet je dus eerst ontleden. En dat, als je daar dan inderdaad in gaat bekijken hoe dat komt, er zijn een aantal elementen. Dus dat is het systematische, te lage budget financiële middelen. Het ziekenhuis krijgt te weinig en de dokters te veel. De dokters niet te veel, maar het ziekenhuis denkt, als ik het ergens nog moet gaan halen, dan zal ik het maar daar gaan halen als ik het niet meer kan halen uit de kortingen die mijn apotheek heeft onderhandeld. Ja, we hebben een conflictmodel gemaakt. We geven geld aan de artsen en de ziekenhuizen moeten dat afpingelen van de artsen. Ja, en dat is nu juist ook een van de bezwaren tegen de all-in-financiering. Dus als je het geld dan aan de beheerder geeft en daarna moeten de artsen dus maar gaan zien hoe dat bij hun onderling verdeeld wordt, daar voelen de artsen niet zoveel voor. Dus waarom daarom niet? Zal dat waarom systeem niet? Waarschijnlijk niet goed werken. Waarom niet? Waarom niet?
zet over geldzaken een aantal mensen bijeen en je gaat waarschijnlijk moeilijkheden hebben. En als de beheerder dat dan zou moeten moduleren, dat lijkt ons niet zo'n goed idee. Dat is gewoon, het is hetgeen dat we nu voor een deel zien. Dus in het huidige systeem sluiten we akkoorden af. Hè? De 1- of 2-jaarlijkse traditie. En als dat akkoord is afgesloten, kunnen de onderhandelingen in de rest van het land beginnen. Want in ieder ziekenhuis gaat er daarna worden bekeken wat de beheerder daar dan mee gaat doen. Als wij iets willen aan voordeel toewijzen aan een specialist in een akkoord, dan gaan we vele lepe trucken moeten verzinnen om te zorgen dat dat werkelijk bij die specialist terechtkomt en niet maar bij de beheerder. Is dat niet zinvol, de oude definitie van het zuiver honorarium? Nou, dan zijn we dus bij mijn illustere voorganger natuurlijk voor een deel terecht, die er ook op wijst dat die onderhandeling ieder jaar in België opnieuw begint. Ja. En dan wordt dat direct aangepakt. Het honorarium, is dat een oplossing? Dat is een deel misschien van de oplossing, maar het idee, zoals ook geopperd is, gemeenschappelijke doelstellingen als je samen iets wilt bereiken. Want we willen een plan dat ervoor zorgt dat je het streven naar kwantiteit wordt omgezet in een streven naar kwaliteit. Dus daar moeten we over nadenken. Op welke manier we dat kunnen doen. In grote mate forfaitaire te financieren. Dat is een mogelijkheid, maar die veel nadelen in zich houdt. Dus daar voelen wij niet zoveel voor. Je kunt er ook voor kiezen om, zoals ook een voorstel is, te zorgen dat het budget financiële middelen inderdaad toereikend is. En dan kun je erover nadenken hoe dat wel tot stand zou kunnen komen. Dat je de erelonen houdt zoals erelonen zijn. En dat je een deel van de verdere financiering voorziet in een bepaald percentage waar zowel beheer als artsen samen nog naar een kwaliteitsnorm streven. Dat is toch een idee dat ik ergens heb gelezen. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. En dan ben je dus bezig om dat streven naar, of het streven niet, maar het perverse effect van altijd maar meer, om te bouwen naar een streven naar kwaliteit, dat je gemeenschappelijk tracht te bereiken. Pieter, zijn we het eens over wat er schort aan het bestaande systeem? Ja, ik denk dat het huidige financieringssysteem, betalingssysteem, zowel van ziekenhuizen als artsen, enerzijds aanzet tot overconsumptie en anderzijds aanzet tot onderconsumptie op sommige punten. Dus er is heel duidelijk dat er bijvoorbeeld in het budget financiële middelen, ja, naar personeel toe, daar is soms een onderfinanciering. Ze moeten dat geld ergens halen. Ik ben heel blij om te horen van heel veel verschillende dat er toch wel het inzicht is gegroeid, dat de financiering grondig moet worden bijgespijkerd. Maar het zal wel een verhaal zijn van en een stukje fee-for-service behouden, want dat heeft ook een aantal positieve elementen. Ja. Het zal wel ook een stukje verhaal zijn van forfaitarisering verder doorvoeren en pay-for-performance, pay-for-quality, je dacht ook wilt noemen. Ik denk wel dat het veilig is om de stroom van de ziekenhuizen en de artsen volledig gescheiden te houden en te zeggen van dit is het financieringsmechanisme voor de artsen, dit is het financieringsmechanisme voor de ziekenhuizen. Laat ons de 3 maken. Ja, maar je kunt de hervormingen bij de 2 beginnen doorvoeren en ze toch goed op elkaar afstemmen, waardoor de artsen zich niet bedreigd voelen door de ziekenhuizen en omgekeerd. Anders dan kom je in heel die discussie terecht van ze gaan ons overnemen, al in. Ik denk dat dat geen productieve discussie is. Ja, Paul en Heidi, zijn jullie partner daarin? Denken jullie daarin mee of is dat ver van uw bed en schuift je dan naar de andere kant van de tafel? Ik denk dat de tweede lijn niet zo ver van mijn bed is. Ik denk dat in elk geval bijna alle actoren daar over het probleem eens zijn, ook over de mate. In de mate verschillen ze welke factoren meer of minder moeten gemoduleerd worden, maar dat er inderdaad meer een verschuiving nodig zal zijn naar forfaitarisering. Ik denk dat daar ook, als hier in mijn plaats collega De Mazen hier had gezeten, dan had hij waarschijnlijk ook het forfaitaire model zoals het sinds een jaar en een beetje in vogen is in de eerste lijn als voorbeeld aangehaald, dat ook internationaal wel interesse wekt. En dat is een model waar dat op een heel aantal variabelen volgens de zorgnood van de patiënt eigenlijk gekeken wordt naar welke middelen er tegenover staan. En dat in een bepaalde mate dat ook inspiratie kan zijn voor een model van forfaitarisering in een tweede lijn of in een verdere lijn. Heidi, maken jullie als verpleegkundigen bedenkingen over die financiering?
Jullie zitten vaak tussen hamer en aanbeeld, hè? Ja, dat klopt. En bovendien worden wij, of wat wij doen, wij, en wat we doen wordt als kost gezien, terwijl we eigenlijk evengoed, als je dat... het gaat ook om prestaties die we doen, hè? Bijvoorbeeld als het gaat om een blaassondage of weet ik veel wat. Dat is iets dat de arts voorschrijft, dat hij eigenlijk ook... waarvoor hij betaald wordt. Maar wij doen het, hè, als hij het voorgeschreven. Hij wordt betaald en jij moet het doen. Dat denk ik wel, hè, Peter? Zo zit het toch, hè? Heel simpel gezegd. En wij doen ook intellectuele akten. Dat zit bij hun, bij de artsen ook, zo heel dat verschil. Waarom worden geriaters zoveel minder betaald dan iemand die dat met de apparaten in de slag in de weer is? Ja, prestatiegeneeskunde, dat heeft zeker daar is zeker kritiek op te geven. En forfaitarisering is. En wat er bijvoorbeeld ook gebeurt als dat gaat over pay for quality. Dat, ik denk, die kwaliteitsindicatoren, minister Van Deur zijn op poten heeft gezet, dat dat een heel goede zaak is met Icuro en Dirk zit daar. En dat gaat dat echt wel de goede richting uit. Maar wij zijn het eigenlijk, voor heel wat zaken zijn wij een autonoom beroep, hè? En toch worden wij gezien als een kost en zitten wij tussen die, zijn we afhankelijk. Er is ook geen rechtstreekse geldstroom naar jullie. Nee. In het ziekenhuis. Nee, dat gaat via hen. Ja. We hebben ook voorstellen om verpleegkundig consult en verpleegkundig voorschrift te doen landen. Iets wat ook in andere landen bestaat. We willen daar zeker niet mee de zaken duurder maken, maar ze kunnen eenvoudiger door dingen uit te zuiveren. Mm-hmm. Paul Callewaert, wat is jullie positie in dit dossier? Ik ga het misschien cru zeggen, maar... Ik denk dat het zoals het vandaag gaat, dat het moet stoppen, dat het genoeg is geweest. Gewoon al wegens het niet transparante financieringsmodel dat we vandaag kennen. Ja. En ik wil de oefening doen in de zaal. Ik zie er misschien één, maximum twee zitten, die exact weten hoe de financiering in elkaar zit van de ziekenhuizen. En ik hoor het graag vertellen. Wie is de tweede, Peter? Ik zie hier daar ook nog zitten. Ik denk dat die daar ook nog weer iets... Drie misschien? Maar goed, ik hoor graag zeggen van het ziekenhuis heeft de groeg, ze gaan het halen bij de dokters. En de dokters gaan het dan halen bij de patiënt via supplementen of bij de belastingbetaler via overconsumptie. Wel dan niet in een georchestreerde setting. Ik denk dat we daar vanaf moeten, hè. In alle duidelijkheid. En laat me ook meteen zeggen, als het puur over de ziekenhuisfinanciering gaat, liefst in een budgetneutraal kader. Ik wil de mensen uit hun hoofd praten dat men denkt dat men met de ziekte... herziening van de ziekenhuisfinanciering, meent het budget omlaag te krijgen. Oh, lieve Anneman zegt dat daar 15% verspild wordt. Verspild, maar herinvesteren. Dus daarom dat ik zeg een budgetneutraal kader. De basis van de herziening van de ziekenhuisfinanciering is precies omdat ziekenhuizen vandaag tekorten hebben. Dus men gaat via overconsumptie dat tekort proberen bij te werken of via prestaties. Dat is de kritiek van Annemans. Daarmee los je het natuurlijk niet op als je gaat zeggen, we gaan dat geld toch inhouden. Dus je moet goed becijferen wat een ziekenhuis nodig heeft om te functioneren en wat voor bepaalde pathologieën nodig is om ze te genezen. En ik denk dat men van daaruit moet vertrekken en zeggen van, we gaan het ziekenhuis goed financieren, rekening houdend met al wat daar nodig is, loonsetting, de prestaties, de infrastructuur en dergelijke meer. En dan heb je ook de artsen die moeten vergoed worden, waar je toch ook moet kunnen werken, eventueel met een artsenforfait. Ik laat in het midden of het één forfait of twee forfaits moeten zijn, maar het moet in elk geval wel een mix zijn, denk ik. Enerzijds tussen een basisforfait, een mogelijkheid om in bepaalde gevallen toch nog effectief de prestaties te factureren apart, in uitzonderlijke gevallen die niet voorzien zijn in de financiering, complexe situaties, en een stukje kwaliteit. Dus daar ben ik wel voor te vinden. Maar onder bepaalde voorwaarden opnieuw. 1. Transparantie moet behouden blijven. Als je zo'n systeem opzet, dan moet je ervoor zorgen dat je het kunt evalueren en bijsturen. Dus met het forfait in te voeren, moeten we ook uiteraard de facturering via die forfaits doen, maar je moet wel zorgen dat datgene wat in detail gebeurt, dat je dat blijft behouden. Voor de wijkgezondheidscentra hebben we nu zo'n model uitgewerkt, zelfs met een responsabilisering in, maar het is gebaseerd op datgene wat vandaag
in detail bij de huisartsen, de kinesisten en de verpleegkundigen gebeurt. Dus dat is daar rond opgebouwd. Dat is ook gelukt, omdat je die transparantie van de detail kunt bewaren. Twee, er moeten uiteraard maatregelen ingevoerd worden die risicoselectie tegengaan. Want op een gegeven moment gaat men misschien pogen om de meeste, de beste zorg naar zich toe te trekken. Dus ik denk dat ook moet vastgelegd worden. En daarnaast, en de programmatie, en het is een van de stellingen die jullie naar voren, de echte besparing die je zou kunnen doen, dat is dan via de programmatie van dat in elk ziekenhuis niet meer alles moet gebeuren, dat er voldoende capaciteit is in de omgeving, ruimte laten voor de regionale ziekenhuizen om datgene wat op regionaal niveau kan gedaan worden, maar wat in hooggespecialiseerde centra of meer complexe zorg, dat je dat op een niveau legt, universitaire ziekenhuizen of ziekenhuizen tussen de algemene ziekenhuizen en universitaire ziekenhuizen. Dus ik denk dat we daar een goede modus vivendi moeten kunnen vinden. Waar je ook nog kunt op werken, en dan rond ik af, als je het wel wil besparen, dan denk ik dat je enerzijds nog kunt werken op een eventuele shift van datgene wat vandaag in een ziekenhuis gebeurt. Als je dat op een veilige manier, op een budgetneutrale manier voor de patiënt ook, hè, dus via tariefzekerheid, kunt overheven naar de ambulante sector, die op zich goedkoper is, dan moet men daar ook durven op inzetten. Maar niet wat vandaag gebeurt, hè, dat men gaat lopen uit het ziekenhuis en dat men supplementen kan vragen tot tegen het plafond, waardoor de patiënt alleen maar gestraft wordt. Het perverse effect daarvan is dat diegenen die een hospitalisatieverzekering hebben, dat die uiteraard beter in het ziekenhuis worden opgenomen, dus daar los je niks mee op. Dus dat zijn voor ons de criteria die noodzakelijk zijn om dit... Even een heel snelle toets. Als wij in de Kievit-groep die dingen voorlegden, dan kwamen er drie reacties. Eén, als we niet naar concentratie van de zorg kunnen gaan, dan lukt dit nooit. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn, alle vijf. Twee, als we aan die financiering sleutelen, sleutelen we niet alleen aan de mechanismen, maar sleutelen we ook aan de waardering van de diverse soorten artsen. Dat moeten we ineens oplossen. Ik denk dat Renier het daar ook mee eens is, of niet? Het zal u verbazen, maar inderdaad, ja. Ja, maar dat is goed. Drie, als we dat doen, zegt de groep, dan moeten we ook de patiënten iets beter de tariefzekerheid kunnen garanderen dan dat we dat nu doen. Ook akkoord? Wat versta je onder tariefzekerheid? Geen supplementen. Of zeer beperkte supplementen. Comfort. Daar zijn we het in de groep ook niet precies over eens. Maar exuberante supplementen, nee. En weten wanneer dat je die kunt verwachten. Dus middel, als je zegt, oké, ik wil het comfort van één kamer, dan weet je dat je minstens niet meer op je portemonnee, maar op je portefeuille moet letten. Maar dan moet je ook weten dat dat niet alleen in het klassiek hospitaal zo zou zijn, maar ook in het daghospitaal op dezelfde manier zo zou zijn. Mm-hmm. Want ja, Heidi? Als je start bij iemand die aan conventietarieven werkt, dan moet het hele traject ook in conventie kunnen. En niet opeens onverwacht van alles over je heen krijgen. Dat is ook zeer belangrijk. Heidi? Ja, ik moest opeens denken aan de patiënten. Er zijn heel wat patiënten die niet op voorhand weten, ook al zijn er brochures, en wordt dat wel misschien gezegd wanneer ze binnenkomen, alhoewel ik betwijfel of dat altijd het geval is, hoeveel iets gaat kosten, hoeveel ze daarvan zelf gaan moeten betalen. En als dan, om dat op de gezondheidskloof terug te komen, hè, die dan bijvoorbeeld een factuur krijgen van, die zelf maar moeten betalen, pakt bijvoorbeeld €60. Die dat niet doen, omdat ze het niet kunnen. Twee maanden later is dat €200. Nog wat later, dat zijn een van de zaken waarom zoveel mensen in financiële moeilijkheden komen, zijn de ziekenhuiskosten die niet begeleid worden. En telkens verhogen. Ja, er is een draagvlak, dames en heren, om te werken aan de financiering van de ziekenhuizen. Er is een vrij groot draagvlak om dat op verschillende punten te doen. Er is een vrij groot draagvlak, een vrij groot consensus over enkele basislijnen van hoe dat er dan zou moeten uitzien. Maar we zijn nog lang niet aan een nieuw financieringsmechanisme. Hoe steek je nou zo'n nieuw financieringsmechanisme in elkaar? Doe je dat in de medicomut? Ik denk het niet. Hoe pak je zoiets aan, Mark? Ik denk dat je daar met de drie partners... moet samenzitten. Jullie zijn er nog. Wij volgen de 10 punten die in het boek staan.
En dus het eerste punt is een gemengde financiering die stapsgewijze wordt aangepakt. Hè. Dus dat betekent dat je een aantal elementen, en je moet met iets beginnen, hè. Je gaat dat niet in één keer doen. Je moet een aantal elementen, en denken we maar aan financiering van infrastructuur, in financiering van personeel, financiering van investeringen in het ziekenhuis, zou je moeten kunnen overhevelen naar het budget voor financiële middelen. Dus gaandeweg zou je moeten kunnen komen tot een zuiver honorarium. Dat zal stapsgewijze moeten gebeuren en dat zal in overleg moeten gebeuren. En de andere punten ook, tegelijkertijd, maar u kent ze allemaal, iedereen heeft die gelezen, ook die andere punten moeten ingevoerd worden. Dus ik kan mij volledig terugvinden in het 10-stappenplan, zoals in het boek beschreven is. Maar uiteraard zal dat pas lukken als je de partijen mee hebt. Je moet uiteindelijk het, zowel dokters als ziekenhuizen mee overtuigen. Anders gaan de dokters blijven de ziekenhuisdirecties natuurlijk onder druk zetten, omdat de financiering op dit moment voor hen een garantie is dat ze een vinger in de pap hebben in het ziekenhuisbeleid. Mm-hmm. Nu, dat moet uitgesproken worden om daar de kerk in het midden te vinden, zoals wij dat zeggen. En zijn jullie dat zo al in stilte aan het aftasten? Of zijn jullie al berekeningsjes aan het maken? Ja, op uw eentje? Ja, dus wij zijn... Nee, niet op ons eentje. Wij hebben dat met zelfs... Met geen hier? Nee, op dit moment, dat is de bedoeling. Hè? Dat is de bedoeling. Ja, dus... Op dit moment proberen we intermutualistisch met alle mutualiteiten samen te kijken welke de beste wegen zijn. Hoe dat je dat aanpakt. Ah, ja. Maar ik kan u zeggen, dit ligt in de lijn van de 10 punten. Ah, ja. Peter de Gat is daar nog niet mee bezig. Maar ik ben eigenlijk... We zijn onder elkaar, hè? We zijn hier onder elkaar, we gaan dat zeker niet opnemen vanavond. Maar ik wil gewoon mijn tevredenheid uitdrukken over de manier waarop dit debat nu gevoerd wordt. Ik vind het fantastisch. Als je vergelijkt met 3-4 jaar geleden, was het toch echt het besef nog niet aanwezig. Men dacht dat het altijd nog maar zo verder kon. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat de elementen die de Kievit-groep in het midden gegooid heeft, dat die beetje voor beetje toch opgepikt worden en dat men toch meer en meer beseft dat er echt iets moet veranderen. Dat is wat wij als Zorgnet Vlaanderen eigenlijk al 3-4 jaar zeggen. En daar zijn we heel blij om. Iets wat ik nog wil toevoegen dat nog niet gezegd is. Eigenlijk moeten we vertrekken van een zorgmodel. Je moet eigenlijk zeggen welk soort zorg wil ik. En pas in een tweede stap kan je over financiering praten. Wat doet zich voor? We hebben meer en meer chronische zorg, multimorbiditeit, langdurige zorg, complexe zorg. En dat gaat ons brengen tot 2 soorten samenwerkingsvormen, denk ik. Een eerste horizontaal netwerk dat meer met de eerste lijn en de thuiszorg wordt uitgebouwd. En waar je dan meer op chronische zorgtrajecten, zoals Rie ook een aantal voorbeelden kan geven, wordt uitgebouwd. En dat gaat een eigen soort financiering worden. Moeten we op nadenken hoe dat we dat best doen. En een meer verticaal netwerk, en dat gaat dan eigenlijk meer over de ziekenhuizen onder elkaar, die de taken verdelen meer dan dat ze dat vandaag doen. Daar is ook al op gealludeerd door het panel. De boodschap van, ja, niet iedereen kan alles nog in huis hebben en hoeft ook niet meer alles in huis te hebben, maar je moet wel in een samenwerkingsverband zitten. En de financiering moet de juiste prikkels bevatten om voor dit soort superspecialisaties en topreferente zorg en dat soort dingen, dat je daarvoor concentratie als resultaat hebt. En daarvoor zijn jullie ook al modelletjes aan het uitwerken, heb ik begrepen. Het zijn eigenlijk 2 bewegingen. En het is paradoxaal, het is niet makkelijk om ook aan onze mensen uit te leggen dat je eigenlijk enerzijds moet spreiden, ook geografisch, zorg toegankelijk houden, in samenwerking met de eerste lijn, heel toegankelijk de check-ups enzovoort doen als basisziekenhuizen. Maar aan de andere kant aan diezelfde ziekenhuizen de boodschap geeft van ja, je moet nog wel meer concentreren. Het een is deconcentreren, het ander is concentreren. En het is 2 keer juist. Mm-hmm. En intrusief, zijn ze daar al bezig met zo? Nee, dat doen jullie niet, hè? Op voorhand denken. Hè? Dan verwonder ik je dat je de bakens gemist hebt op onze website en onze oproep naar reacties die nog steeds loopt tot 30 juni. Maar je hebt ook al, daar, je hebt ook al daar 6 schone documenten binnengekregen. Absoluut. En we hebben die bakens ook laten inspireren door inbreng van de verschillende partners en willen dat verder verduidelijken. Hoe zijn jullie al bezig met de nieuwe financiering voor te bereiden?
Ja, als overheidsinstelling uiteraard zijn we zeer loyaal aan, aan onze politieke overheid. Ja, maar je, van jullie wordt ook beleidsvoorbereiding een plan wenst te ontwikkelen. En dus, goed, we zijn aan verkiezingen toe, dus er komen nieuwe ministers. Maar die feuille de route, een route moet ergens naartoe leiden. En daar gaan we toch bij het RISIF, denk ik, ook mee werken. Samen met het kenniscentrum, samen met de FOD Volksgezondheid en samen met alle betrokken partijen, dat inderdaad die route uitmondt in een nieuwe ziekenhuisfinanciering die zich inschrijft in een meer globaal nieuw aanpak van de zorg. Dat loopt los van wat de ziekenfondsen doen? Nou, er zijn heel wat initiatieven. Je hebt hier de Kivit-groep, er zijn andere plaatsen waar nagedacht wordt. Wat heel belangrijk is, ik denk, en ik ben het absoluut eens met Peter, dat er toch wel serieuze evoluties zijn. Ontspanning een beetje in het debat. Er wordt op veel plaatsen nagedacht over die financiering, maar dat is niet erg. Laat dat niet erg zijn. Als dat kan helpen om te sensibiliseren en ideeën naar boven te laten komen en stilletjes aan consensus te laten groeien, dan is dat uitstekend, denk ik. Alleen een nieuwe ziekenhuisfinanciering, hervormingen. We spreken hier wel over systeemhervormingen waar knoppen moeten omgedraaid worden. Laat ons niet in de val vallen dat op een paar jaar kan rond zijn. Dat kan niet, hoor. Nee, maar daar heb je echt wel een aantal jaar voor. Dacht dat bij jullie de ambitie was om dat de volgende 5 jaar toch wel uit te tekenen? En dan rond te zijn. Duidelijkheid over waar het naartoe moet, denk ik, moet zelfs geen 5 jaar wachten. Het uitwerken zal een aantal jaren vergen. Daar ben ik van overtuigd. Ja. En zeker zal de overgang naar een nieuw systeem, dat zal stapsgewijs moeten gebeuren. Uiteraard. En de dokters zijn ook mee ondertussen, hè, want de dokterkandidaat-minister staat helemaal achter het systeem van de herfinanciering, heb ik gelezen. Dus ik denk dat we echt op de goede weg zijn. Dus. Peter, nog een laatste bedenking? Nee, ik wil alleen onderlijnen ook dat we een transitieperiode nodig hebben die voldoende lang is. Maar wat ik vooral nog wil zeggen is, als ik wil hier zeker niet aan politiek doen, maar als ik die cijfers lees in de Standaard, als ik daar zie dat er 3,5 miljard op gezondheidszorg door een bepaalde... De kleurtjes staan hier op mijn blad, maar ik ga dat nu niet zeggen. Maar 3,5 miljard. Het gaat van 1 miljard besparing in de partij die minst bespaart en de partij die meest bespaart is 3,5. Nu weet men eigenlijk wel wat dat is, 3,5 miljard. Weet u dat bijvoorbeeld de helft van de artsenhonoraria is 3,5 miljard? Maar ik kan gewoon, of aan de ziekenhuizen kunt je zeggen, schaf gewoon 3 ziekenhuizen af in België, of weet ik veel. Dit zijn onwaarschijnlijke getallen die men naar voren schuift. Wij hadden precies gehoopt dat we in die periode van 5 jaar, dat we als transitieperiode zouden kunnen benutten om die inderdaad fenomenale hervorming door te voeren met een heel beperkte economische of budgettaire groei van 2%. En dan geleidelijk aan die herverdeling en herschikking ook naar chronische zorg kunnen realiseren binnen die evolutie. Als men natuurlijk dan zegt van, ah nee, dat gaat niet door, want dat geld hebben we nodig voor andere doeleinden, belastingverlaging en weet ik wat allemaal, ja, dan men kan dat toch maar 1 keer doen. En dan vrees ik dat eigenlijk ons mooie plan dat goed aan het groeien was, dat gewoon theorie blijft. Een federale kieskring. Federale kieskring. Ja, maar ik wil niet hier politiek debat, hè, maar ik wil gewoon zeggen, ja, de randvoorwaarden zijn in dit geval niet vervuld. Ja. Misschien moeten we even reageren. Allee, ik voel hier nogal heel hard aan dat men zegt van, we gaan het hier allemaal zeer incrementeel doen en we gaan een goede lange transitieperiode inbouwen. Nee, ze hebben niet gezegd... Allee, ja, maar toch. Incrementeel... Ik snap dat ook wel. Ik snap dat vanuit de sector zelf. Er moet voldoende afstemming zijn, betrokkenheid, om dat stapsgewijs te doen. Dat er eerst een experimenteerfase nodig is, dat kunnen wij ook volgen. Maar je moet goed beseffen dat in alle jaren die nu gaan komen, het verhaaltje van de voorgaande jaren gaat zich gewoon herhalen. Hè. Men gaat telkens opnieuw langskomen van waar gaat men de middelen kunnen halen. Dus het is de vraag van hoe lang kun je blijven wachten vooraleer dat je echt overgaat tot de structurele hervorming. We zouden liever niet hebben dat er nog 5 jaar lang alles moet worden uitgehold, want dan zit je echt kwalitatief ondermaats bezig. Ja, maar niet allemaal. Derde punt, en dan gaan we even pauzeren. Dat is wat wij genoemd hebben het nieuwe werken. Ik ga er wel 2 klemtonen uithalen. Dat is 1, het KB78, dat wij met z'n allen kennen. Ja, dat heeft zijn beste tijd ook gehad. Hè. En bovendien, er zijn een heel pak nieuwe beroepen en nieuwe taakverdelingen die tot stand moeten komen. Ik denk dat dat een eerste pakket is van stellingen die in de nota zitten. Het tweede pakket is de wijze van werken binnen ziekenhuizen. Arbeidsregelgeving die daarover bestaat.
ook daarin moeten we eens flink grote kuis houden. Laat ons eens beginnen met dat KB78 en de taakverdeling. Heidi, ik kan mij niet voorstellen dat jullie gelukkig zijn met wat er nu bestaat. We zijn al een aantal maanden bezig met het KB nummer 78, daar een advies over te geven van hoe zouden wij dat zien. Waarbij ik meteen kan zeggen, we gaan het niet volledig afschaffen, maar wel wat verruimen. Het is al verschenen, heb ik gezien, in een van onze leden, de perioperatieve verpleegkundige, moet ik nu zeggen. Mm-hmm. Ze hebben pas een bijzonder beroepstitel gekregen. Dat is toch wel een nieuwe kijk. En dat heeft ook al een wettelijke weerslag gekregen in de gezondheidswet die de 2 mei is verschenen. Dat gaat ook die richting uit dat mantelzorgers ook zouden kunnen verpleegkundige akten aangeleerd krijgen onder wel bepaalde voorwaarden. En, dus wij schuiven wel mee in het niet te strikt. Hè. Het heet ook van eens verpleegkundige naar altijd verpleegkundige, mits we kijken naar die zaken en... permanente vorming, bijscholingen die geaccrediteerd worden, zijn zeker dingen die we ook meenemen daarin. Maar jullie gebied moet toch ook ruimer worden? Het is toch duidelijk dat de artsen en de verpleegkundigen uit een aantal activiteitsdomeinen weggestoten? Jullie doen dat wel, maar onder hun voorschrift. Je moet, dat soort operaties moet toch kunnen? Ja, ja. Is dat niet waar, Renier? Ja, maar dus ik denk, als wij over zeggen wat moet er bij 78 gebeuren, dat we het vooral hebben over een aantal nieuwe functies die we zien. Ik denk dat dat ook belangrijk is, maar ik denk dat een taakherverdeling tussen een aantal beroepen toch ook belangrijk is, nee? Ah, natuurlijk. Ik bedoel, het uitgangspunt bij ons is subsidiariteit. Dus ieder doet het juiste op de juiste plaats, op het juiste moment, aan de juiste prijs. En dat betekent dat een aantal taken moeten verschuiven ook? Dat houdt het zeker in. Ja, dat is goed. Ja, ik wou maar weten of je daarin was. Voor sommigen, maar ik denk dat een aantal oudere collega's heeft het er nog altijd moeilijk mee. Maar ik denk dat we wat dat betreft toch al wel een hele stap vooruit zijn. De tijd dat de thuisverpleging echt als één grote bedreiging werd gezien en dat daarna de palliatieve ploeg als één grote bedreiging werd gezien, die hebben het voor de moment moeilijker, denk ik, dan de thuisverpleging. Ja. Maar enfin, het neemt niet weg dat in de ogen van sommigen inderdaad nog altijd wordt gezien als ze pikken ons werk af. Ik denk dat het onze taak is om te zorgen dat daar op een andere manier tegenaan gekeken wordt. Ja. Hmm. Is dat alleen in jouw organisatie zo of is dat ook in... Is er zo nog eentje? Er is er zo nog een en die heeft zich bijvoorbeeld hevig verzet op het moment dat het ging over een opleiding voor praktijkassistenten. Wat wij bijzonder maar is dan nuttig later vonden. Weer bijge... Ja, want dan is het eigenlijk op een iemand anders gestoken, waardoor dat het niet door kon gaan. Maar of er nu met enthousiasme voor wordt gepleit, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Dus in het beroep is daar nog... Ik weet alleen dat er op veel plaatsen driftig gewaarschuwd wordt van pas maar op, straks heb jij als dokter niets meer te vertellen. En ik denk niet dat dat onze houding is. Laat ik het zo zeggen. Ja. Paul, heb jij daar meningen over? Ik denk dat er een dubbele bescherming in zit. Eén, bescherming van de patiënt. Hè. Dus er moet voldoende kwaliteit geboden worden. En dat heeft dus te maken met mensen die bepaalde zaken kunnen, daarvoor gestudeerd hebben, dat die dat ook effectief met veel kwaliteit voor de patiënt uitoefenen. Er zit een andere bescherming in, die we voor een stuk moeten doorbreken. Dat is de bescherming van de functie als dusdanig en die vandaag iets te corporatistisch is. En ik denk dat het noodzakelijk is dat men daar meer flexibiliteit in bouwt. Dat het mogelijk is om bepaalde disciplines breder te zien, ruimer te zien. U praat nu over wat huisartsen eventueel moeten kunnen afgeven, maar bijvoorbeeld tandartsen. Vandaag staan daar een aantal functies te wachten om hun intrede te doen. Ik denk aan de mondhygiënist. Dat zijn zaken die moeten kunnen geïntegreerd worden.
de tandartsassistenten, al was het maar om de tandarts zijn werk te laten doen waar hij heel goed in is. En ja, het meer afstompende, het routinematige, dat ook door een assistente zou kunnen gedaan worden. Het meer afstompende en het routinematige. Alsjeblieft. Dat is toch niet afstompend, dat is toch niet routinematig. Ja, maar er zijn ook administratieve taken die moeten... Hey, die kijkt hij daar goed tegenaan? Nee. Ik bedoelde niet dat een tandarts die een tand moest afstompen, hè. Dat bedoelde ik niet. Hè. Maar er zijn een aantal routinematige taken die door andere mensen met een andere bekwaamheid kunnen uitgevoerd worden en dat die een plaats krijgen in het KB. Ja, andere mensen, andere bekwaamheid. Het is inderdaad iets correcter. Paul, ben jij mee in dat debat? Ja, ik denk dat de subsidiariteit, hè, dat je dat praktisch ook kan invullen als een zorgsubstitutie, hè, waar je concreet ook... En daar denk ik dat de samenwerking ook heel belangrijk is. Want het is niet altijd één taak, één persoon, één moment. Het gaat daar vaak over 2, 3, 4 verschillende taken die bij één persoon op één moment worden uitgevoerd. En dat dan een goede organisatie en verdeling van taken ook belangrijk is. Zodanig dat je kunt zeggen van kijk, hè, welke taken kan ik best op welk niveau uitvoeren, door wie... En soms zelfs tezamen ook, hè, dat de patiënt ook vooral diezelfde deur kan vinden. En het wordt soms ook moeilijk in een heel... als het aantal zorgverleners veel uitgebreid wordt het ook nog soms moeilijk voor de persoon om het bos te zien tussen waar moet ik nu zijn voor welke zorgen. Hè. Herman Nijs, dat is toch vreselijk gevaarlijk wat ze nu aan het doen zijn. Sleutelen aan KB 78, sleutelen aan de taakverdeling, sleutelen, dat is ook sleutelen aan de deontologische verantwoordelijkheid van artsen, van verpleegkundigen en zo. Dat is toch gevaarlijk, blijf daar af. Maar ik denk niet dat er gesleuteld wordt aan KB 78. Ik zou dat wel willen, dat er heel grondig aan gesleuteld wordt. Maar wat je nu ziet, en er is er net al een beetje naar verwezen, dat de logica... van dat KB 78, dus een heel hiërarchisch opgebouwd systeem, dat die logica... Kijk, met gezondheidskloof en financiering, daar beseffen we dat er een probleem is. Het KB 78 gaan we nog gewoon mee verder, iedere dag opnieuw. De nieuwe regeling op mantelzorgers. Wel, om uw familie, om uw eigen familielid een injectie te kunnen geven, is er nu een hele ingewikkelde, hele bureaucratische regeling uitgewerkt, waarbij die mantelzorg moet worden opgeleid, toestemming moet hebben, een verpleegman, gemoogd door één specifieke patiënt. Ik bedoel, die logica, dat zit daarin gebakken. Er zijn twee nieuwe beroepen, pas goedgekeurd, klinische pedagogen, orthopedagogen, klinische, die komen ook ergens in die top van die piramide terecht. En dat levert opnieuw kleine, feodale monopolietjes op. Dus het is echt onwerkbaar geworden. Dat weten we allemaal. En toch doen we daar niks aan. We gaan in tegendeel. Ik ga verder. Ja, zij slikt dan nog. Vlaanderen is niet beter. De zelfzorg is in sommige gevallen ingekapseld, wettelijk geregeld. Stel je voor, dingen die je zelf mocht doen. Dat je daar juridische regels aan maakt. Dus dit is gewoon... Ja, ik heb daar geen woorden meer voor. Het enige respect dat ik nog heb voor het KB 78 is dat het oorspronkelijke versie... Dat was dan ook een heel mooie tekst geschreven is door Roger Dillemans. Maar ik vergelijk het altijd. Dat was toen een mooi renpaard. Hè? Maar dat is nu een afschuwelijke dromedaris geworden. Maar niet met twee, maar met tientallen bulten. En wat moeten we dan hebben? Want de motellen liggen toch voor trapen. Ik bedoel, Paul Callewaert heeft gelijk. Voor een deel, als er gesneden wordt in patiënten en dergelijke voor een aantal handelingen, moet je monopolies hebben. Dat hebben ze in de omringende landen waar ze die regelingen... Maar voor een groot deel kun je het regelen door het te ontregelen, hè, in belangrijke mate, door daar functies, geen afgebakende domeintjes, maar door ruim functies te krijgen, veel generalistischer dan nu, veel meer rekening te houden met opgedane ervaringen, niet het diploma-fetischisme en ook niet het visum-fetischisme, maar daar zijn we nog niet aan toe. Nochtans, de oplossingen, daar moeten we niet ver voor gaan zoeken, die liggen voor de hand, maar om een of andere reden weigeren we daar collectief aan te beginnen. En het ziet er dus... Enfin, de tekenen zien er niet goed uit. Gaan we mee met Herman Reinier? Ja, absoluut. Voilà. Ik bedoel, we zijn... om nog eens terug te komen op de oriëntatienota chronisch zieken, waarbij we vertrokken van de behoeften van de patiënt. Ik denk, als we die ommekeer in gedachten inderdaad verwezenlijken, dan zijn we al voor een stukje op de goede weg. En wat we dan bedoelen, de juiste plaats of de juiste persoon op het juiste moment, dat hoeft inderdaad niet altijd dezelfde te zijn. Dat kan op een bepaald moment net iemand anders zijn.
dat is wat bedoeld wordt. Ja, ik denk dat we, als we gaan denken over hoe gaan we de toekomst dus chronische zorg verwezenlijken, dat we op die manier moeten denken. En daar heb ik geen enkel probleem mee. En voor een stuk is het beleid daar dus in mee. Het beleid heeft nu voorstellen gedaan waar dat men commentaar op moest geven en daar heb ik er voorlopig nog niks van gehoord, dus ik ben benieuwd. Ja. Paul, ga je mee? Uiteraard gaan we mee. Zover? Ja, ik denk dat ik duidelijk ben geweest. Hè? Ja. Voor mij is het ridicule, ik weet niet of het ondertussen is opgelost, maar aan de mantelzorger een pilletje mag geven, een verpleegkundige ook, en aan de zorgkundige niet. Dat zijn zo van die situaties waar je van zegt, van dat zijn ridicule situaties die daardoor gegenereerd worden. Dan zeg ik, ja, ik denk dat we het moeten aanpakken, maar niet afschaffen, hè, herzien, in functie van de behoeften op het terrein die er vandaag bestaan. En het dynamisch maken, je moet het kunnen soepel aanpassen indien er nieuwe noden zich aandienen. Pieter, wat is jouw belang in deze zaak? Wij zijn uiteindelijk een werkgeversorganisatie. Samen met Peter Maat en anderen. Lijkt me nogal logisch dat dat een zeer groot belang is. Waarom? Omdat je absoluut 0,0 flexibiliteit hebt om een slim, fatsoenlijk, verstandig HRM-beleid te voeren in welzijn en zorg op dit moment. En het is onder andere KB78 die dat tegenhoudt. Maar het gaat vooral bij ons de kwestie... We moeten kunnen differentiëren in plaats van altijd alles te nivelleren. Dat is een hele belangrijke, denk ik. Wil zeggen, momenteel, altijd, iedereen krijgt alles. Nu ben ik echt klassiek werkgeverspositie aan het uitleggen. Terwijl dat je net carrièreperspectief moet kunnen aantonen. Mensen moeten kunnen opgroeien, kunnen stijgen enzovoort. Op dit moment, alle boompjes hier bovenuit steken, laten we het zo zeggen, die worden tegengehouden. Laat staan dat je nieuwe functies en zo kunt creëren dan. Ja. En ga je helemaal mee met Herman? Ja, volledig. En had wel kritiek op wat jullie gedaan hadden? Ja, natuurlijk. Klein beetje zo. Terwijl wij eigenlijk door dit advies dat de Nationale Raad voor Verpleegkunde gegeven had op instigatie van de beroepsorganisaties, zeker van de Vlaamse verpleegkunde, want we moeten het niet vergeten, wij zijn hier nu... Als Vlamingen onder elkaar, dit land heeft heel wat blijft federaal, hè? Gezondheidszorg overkoepelend blijft. Maar u sprak, u zei dat meneer Kallewaert, u trad hem bij, maar hij heeft ook gezegd, we moeten ook wel de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de gezondheidszorg garanderen. Ja. En dan zegt u... ervaring zou belangrijker moeten zijn dan opleiding. Dat moet ook meer rekening. Maar die ga je toch ook moeten toetsen? Dat moet toch op een of andere... Iedereen kan zeggen, ja, ik heb... En dan zegt u ook, ja, in een patiënt snijden, daar moeten we dan wel heel strikt over blijven, maar heel wat artsen en verpleegkundigen doen, gaat voorbij de barrière van de huid en is eigenlijk riskant. Hè? Als je met medicatie bezig bent, is het riskant. Ik denk dat we, zoals meneer Kallewaert zegt, het niet afschaffen, maar herzien. En dan ook met competenties die te toetsen zijn, toch... Ik weet niet, vragen de patiënten daar niet achter dat er gegarandeerd goede kwaliteit is? Misschien. Dat is evident. Mm-hmm. Maar dat heeft met KB78 niet zoveel te maken. Hè? Ik bedoel, dat is minimale kwaliteit. Je krijgt je diploma, je krijgt je visum en je kunt, als je wilt, 40 jaar werken. Moet wel wat in het kader van financiële stimulansen. Maar voor de rest wordt daar niet meer naar gekeken. De principes van dat KB78... Hè? De onwettige uitoefening van al die beroepen, dat is twee eeuwen oud. Hè? Dat is totaal verouderd, hoor. Dat is niet meer aangepast. En het heeft toch geen enkele... Je moet niet... Tuurlijk, als je altijd gaat redeneren vanuit mogelijke risico's, ja, dan kom je natuurlijk uit. Maar dan mocht je op den duur inderdaad niet meer aan je eigen lijf komen. Er zijn risico's die je niet kunt vermijden, ook al handelt je zorgvuldig. Een chirurg kan niet vermijden dat bepaalde... Maar er zijn ook risico's die je wel... in de hand hebt die niet... En waarbij je patiënten... Kijk, ik zal het anders zeggen, de mantelzorger. Hè, dat kan riskant zijn, soms inderdaad. Maar dat zijn dingen die we erbij moeten nemen. Ja? En niet moeten proberen te vermijden door te reguleren. Ja. Ik wil nog heel even de patiëntenvereniging daarover horen. Ilse?
Ja, we gaan ervan uit dat de gezondheidszorg kwaliteitsvol en efficiënt georganiseerd wordt. En hoe dat dan gebeurt, die diploma's en die controle, dat moet in orde zijn. Ik maak me dan soms nog meer zorgen dat privéklinieken totaal niet gecontroleerd worden. Dat daar niks rond gebeurt en dan braakliggend terrein is. Dus ik denk alles rond kwaliteit, controleren en zo verder, dat daar nog zoveel andere wapens, tussen aanhalingstekens, zijn die een overheid in handen heeft om daar naar te gaan kijken, ook via de financiering, via inspectie en zo verder. Dus dat is een kluwen van en dat gaan we niet oplossen met alleen KB78. Als ik soms hoor welke oorlogen dat er gevoerd worden naar functieclassificatie en bescherming van, dan denk ik dat ik soms blij ben dat ik daar niet tussen zit. Maar dan denk ik, oei, gaan we er zo geraken met al die tekorten in de gezondheidszorg? En is het dan zo erg dat daar niet verder rond gewerkt wordt? Ja, dit geeft een beeld. Er is een zeker draagvlak voor KB78 anders aan te pakken, maar niet zo volledig. En ook bij de collega's is dat niet allemaal koek en ei. Aanpakken van arbeidsorganisatie in ziekenhuizen. Ik stel voor dat we daar nog 2 minuten aan spenderen en dan eventjes de pauze houden. Peter, hoe kijken jullie als werkgevers daar tegenaan? Is dat belangrijk? Ik denk dat belangrijk? Er een beetje analoog zoals KB78 ook de arbeidswetgeving is hopeloos verouderd en niet echt, geënt op de moderne arbeidsorganisatie in een ziekenhuis en in de gezondheidszorg vandaag. En het paradoxale is dat eigenlijk werknemer en werkgever heel dikwijls analoge wensen hebben naar meer ruimte om eigen werk te kunnen organiseren, om work-life balance beter met me in overeenstemming te brengen en dat dikwijls regels daartussenin staan die zeer artificieel overkomen, zowel bij werknemer als werkgever. En ja, we hebben dan herhaaldelijk gevraagd of die arbeidsrechtelijke regels, het gaat dan over de meeruren, u weet wel, en dan dat je een week moet werken en als je een week werkt, dat je dan geen week verlof mag nemen, want dat je dan meeruur maakt enzovoort. Mm-hmm. Het gaat allemaal over dat soort arbeidssystemen eigenlijk, die heel detailistisch geregeld zijn, waar je afvraagt in een moderne organisatie van vandaag, is dat nog van vandaag en kunnen werkgevers en werknemers zich een keer niet uiten daarover en dat men een grotere ruimte bevorderen. Er bestaat een heel interessante software om aan zelfroostering te doen. Dat is niet zomaar onmogelijk. Hè? Dus dat je gewoon zegt, kijk, we parametriseren een bepaalde planning, hè, waar je zegt, ik plan mij in. Dat zal daar wel in staan dat je niet telkens de woensdag namiddag mag nemen, bijvoorbeeld. Dat zit zo geparametriseerd, maar dat je voor de rest in de ruimtes die er zijn, dat je toch de mensen zelf de kans laat om hun eigen planning te maken. Dit is allemaal technisch mogelijk. Maar arbeidswetgeving laat het meeste van die dingen niet toe. Ah. Tja, maar jij moet dat maar regelen met uw vakbonden, hè, makker? Ja, maar de vakbonden die hebben daar oor naar. En die zeggen, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja, we moeten er iets aan doen. We voelen dat ook en we horen dat. Maar ja, dat is dan een toegeving van onze kant dat wij doen als we dat veranderen. En tegenover die toegeving, ja, daar moeten we iets voor in de plaats krijgen. Ja, dan is het gedaan natuurlijk. Ja, dan kunnen we niet veel meer praten. Hè.